Hartelijk welkom. Fijn dat u kijkt naar deze uitzending van Open Grensland. Of ook wel Offenes Grensland. Also, auch herzlich willkommen aan onze Duitse Zuschauer. Deze talkshow gaat voor een gedeelte tweetalig plaatsvinden. Het betreft alles wat relevant is voor de Duits-Nederlandse grensstreek. En vandaag staat alles in het teken van landbouw, landwirtschaft. Het freut mich sehr, ins Gespräch zu gehen mit diesen spannende Gästen. Docentin der Fontys University of Applied Sciences in Venlo, Dr. Sonja Floto-Stammen. De mede-eigenaresse van belevingsboerderij Het Westendorp in Aalten, Susanne Rusink. En de aardappelboer uit Maasbree, Matt Smeet. Hallo allemaal, herzlich willkommen. Welkom bij Offenes Grensland. Sonja, du bist Forscherin und arbeitest als Dozentin mit dem Thema Food Transition und Landwirtschaft der Zukunft. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, ich bin Mitglied der Forschungsgruppe Business Innovation und da geht es darum, wie die Entwicklungen in diesem Fall Food-Bereich im Moment so verlaufen, also was wir in der Zukunft erwarten können an neuen Businessmodellen und neuen Lebensmitteltechniken, auch Produkten, wie sich also dieser ganze Bereich entwickelt gerade. Und als Forschungsgruppe sind wir auch daran interessiert zu gucken, wie man kleinen und mittelständigen Unternehmen helfen kann, Innovationen umzusetzen. Dankeschön, dankeschön. Das Voedsel en de Toekomst. Susanne, jij hebt een belevingsboerderij. Wat is het doel daarvan? Ja, we hebben eigenlijk melkvee, vleesvarkens, een heel groot evenement dat we organiseren. En ik wilde eigenlijk meer kijken hoe kunnen we die burger eigenlijk verbinden aan onze boerderij. Dus daarom hebben we beleving toegepast in de zin van een restaurant, een winkel en activiteiten die mensen kunnen doen. Oké, nou daar gaan we dadelijk nog meer over ervaren. Leuk dat je er bent. En Matt, hoe is het normaal gesproken de situatie voor jou als aardappelboer, als akkerbouwer, als alles prima verloopt? Ja, in maart, april gaan we aardappels poten. En dan moeten we die beregenen en de gewasbescherming toepassen. En in oktober is meestal de rooimaand. En dan doen we ze weer bewaren. En regelmatig elk maand leveren we wat aardappels naar de fabriek, zeg maar. En dan hebben we nog een huisverkoop van aardappels, van consumptie aardappelen. En ook kleine huisverkopers komen ook bij ons aardappels halen. Dus het hele jaar door hebben we wat te doen. Landbouw is altijd risicovol. Qua regelgeving en wetten, de markt met zijn vraag en aanbod, concurrentie en natuurlijk het weer. De gevolgen van weer, daar weet aardappelteler Matt Smeet helemaal vanuit de praktijk alles van. Dit jaar was voor hem, zoals voor vele telers, een erg bewogen jaar. Er viel namelijk ontzettend veel regen. In juli namen wij een kijkje op zijn landbouwgrond. Gewas gezond te houden, dat is een hele kunst dit jaar, dus daar krijgen we flinke opbrengstderving door. Doordat er minder aardappelen uit de grond worden gehaald, is de vraag groter dan het aanbod en stijgt de prijs van de aardappel. En dat merken ze ook in de snackbar. Ja, op een gegeven moment dan kom je er niet meer aan natuurlijk. Kijk, nu is de prijsverhoging valt nog mee, dus we hoeven nog geen verhoging door te voeren. Maar als het zo doorgaat, ja, dan kom je er op een gegeven moment niet meer aan. Ja, ik denk dat dit perceel 20% minder opbrengst heeft. Maar een perceel wat pas vorige week gepland is, heb je kans dat misschien 30-35% minder opbrengst hebt. En dan staat dit perceel nog redelijk. Je hebt ook percelen waar 40-50% van de aardappels niet uit zijn gekomen en ze verrot zijn door het water. Ja, als je daar 30-40 ton haalt, wat je normaal misschien 60 ton haalt, kun je blij zijn. Matt, hoe was dit nou voor jou? Ja, wat ik zei van die opbrengstderving, dat klopt helemaal, dat ongeveer. Maar alleen de prijs daar valt vies tegen. Ja. In Duitsland en Frankrijk hebben ze veel meer aardappels gepoot. Ze hebben schijnbaar ook minder last gehad van de nattigheid en van de droogte en zo. Dus we zitten hier schijnbaar in een verkeerde regio. En veel aardappels staan ook op contract. Dat hebben ze hier niet bij uitgezonden dan. En die fabrieken zijn al vrij goed ingedekt. Dus die hoeven niet meteen de boer op voor aardappels te kopen. Ja. Die denken, doe maar rustig aan. Ze zijn ook een maandje later begonnen met friet verwerken. Dan krijg je toch, die aardappels worden toch wel langzaam en dikker. De vroege waren zelfs dit jaar wel goed, die geen problemen hebben gehad. En zo hebben ze alles naar achter geschoven en nu loopt alles. De boeren willen nu toch verkopen, want veel boeren hebben geen loods. Ja. Nu staat de prijs een beetje onder druk. Die gebeuren op het moment ongeveer 12,5 tot 15 cent. Dat is onder de kostprijs, dus eigenlijk valt het allemaal tegen. Hoe groot moet ik me dan zo'n schade voorstellen?
Ja, de contractprijs is 17,5 cent. En dan kun je het ongeveer wel voldoen bij een normaal jaar. Maar dit jaar zijn de opbrengsten eigenlijk bij ons lager. En de kostprijs is hoger. Ja. Dus als de kostprijs misschien 18, 19 cent is, dan schiet het er 5 cent bij in. Als je nu maar 12,5 cent beurt. Ja, en wat doe je dan als je zo een verlies draait? Hoe kan je dan overleven? Wij hebben bewaarschuur. Dus wij doen nu op het moment geen vrije aardappels verkopen. Want we nemen later nog ons eventueel in zo'n winst of verlies wel. We kijken wel. Dat was vorig jaar ook. Toen kostte de aardappels maar een dubbeltje. En later dan kregen de boeren 30 cent. Dus als ze eenmaal achter de planken zitten en je kunt ze goed bewaren, ze hebben ze aardappels wel een keer nodig. Maar ze hebben al 70% hebben die fabrieken eigenlijk al ingedekt. Dus we hoeven niet meteen de boeren. Maar ze komen wel een keer, denk ik. Dat hopen we tenminste. Ja. En hopen dat de prijs dan meegaat. Oké, dus de prijzen gaan wel ook variëren aan hand van jouw situatie? Ja, als je een bewaarschuur hebt en je kunt het een beetje afwachten en je kunt je goed uit de grond krijgen. Er kan ook van alles gebeuren. Vorig jaar had ook een hele natte oktobermaand, dus er kan ook van alles gebeuren. Hè. Het kunnen ook bevriezende aardappels. Ja. En misschien, ze zeggen dat wel, dat de opbrengsten meevallen. Misschien valt het nog wel harder tegen. En dan krijg je misschien weer iets meer vraag. En als je minder aanbod krijgt dan, want de aflandperiode is dadelijk voorbij. Dan gaat het uit de lood, zullen we maar zeggen. Dan zegt de boer, ja, ik wacht nog even. En dan gaat de prijs misschien wel een paar cent of een dubbeltje omhoog. Oké. Dus er zit ook nog wel. Het kan nog allemaal goed komen als ik jou zo hoor. Ja, het kan nog allemaal goed komen, ja. Ja. Sonja, du bist ja in der Technologie und für die Zukunft. Was könnte es jetzt für diese Wetterbeständigkeit geben, damit wir nicht so abhängig davon sind? Das ist natürlich eine gute Frage. Wir beschäftigen uns mit Technologien, die hauptsächlich für die Zukunft da sind, um anders zu produzieren, um vielleicht Lebensmittel, die wir heute sehr wenig nachhaltig produzieren, nachhaltiger produzieren können. Und da sind wir sehr stark in der Proteinwende zugange. Das heißt, heute sind der überwiegende Teil der Proteine, der Eiweiße aus tierischen Eiweißen eben. Und wir sehen eine Zukunft in Alternativen zu diesen tierischen Eiweißen, in mehr pflanzlichen Eiweißen oder aber auch Eiweißen, die auf andere Art und Weise mit neuen Techniken produziert werden. Da wäre jetzt ein Stichwort kultiviertes Fleisch, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber um jetzt auch ganz konkret nochmal darauf zu kommen, was ist im Moment an Techniken möglich. Also ich würde sagen, in dem ganzen Pflanzenbereich geht es natürlich um genmodifizierte Pflanzen, Genome Editing, wo wir mit gucken und überlegen, wie kann der Konsument in solche neuen Technologien mit einbezogen werden. Also bei uns geht es sehr viel darum zu schauen, was der Endverbraucher, der Konsument am Ende haben möchte, was er erwartet von seinen Lebensmitteln und wenn neue Technologien auf den Markt kommen, wie die entwickelt werden können, dass der Konsument mitgenommen wird und die auch akzeptiert. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Könnte man denn seinen Kartoffel wetterbeständigen manipulieren und dann würde der Konsument da noch mitgehen? Wäre das auch möglich? Das ist eine sehr spezifische Frage. Es gibt natürlich in der Züchtung Möglichkeiten, die Kartoffeln, und das wissen Sie besser als ich, resistenter zu machen, trockenresistent, nässeresistent und alle möglichen Sorten gibt es. Die müssen allerdings ja auch letztendlich wieder gleich wirtschaftlich herzustellen sein. Die müssen auch die Eigenschaften mitbringen, die nötig sind für Industrie oder Verbraucher. Heißt, die Züchtung, die muss sehr viel abdecken. Und dieses neuartige Genome Editing beschäftigt sich eben genau damit, dass man das schneller machen kann, dass man eben bestimmte Eigenschaften schneller in diese Pflanzen reinzüchten kann und sehr präzise Eigenschaften eben entwickeln kann. Und ja, das ist sicher, was in der Zukunft noch mehr eine Rolle spielen sollte. Klingt nach echt einem spannenden Fortschritt, wo ich mir auch vorstelle, dass das Auswirkungen hat auf die Duursamkeit
hoe de mensen tegen voedsel aankijken. Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit jouw boerderijperspectief? Ja, je ziet natuurlijk dat mensen op een andere manier bijvoorbeeld tegen het houden van dieren aankijken. Tegelijkertijd gaan ze wel allemaal naar bepaalde restaurants met hun kinderen en maakt het niet meer uit wat er in de hamburger zit, bij wijze van. Dus de keuzes die de consument maakt, die bepalen uiteindelijk hoe wij moeten boeren. Als iedereen ervoor kiest om plantaardige eiwitten te eten, dan betekent dat einde voor mijn melkveebedrijf en vleesvarkensbedrijf. Tenminste, als het in de omgeving van Nederland, Duitsland is, zeg maar. Maar ja, we hebben wel grond, dus we kunnen ook bonen gaan telen of wat anders doen. Ja. En ik denk dat boeren zijn altijd van oudsher anders gaan boeren aan de hand van de vraag van de consument. Dus uiteindelijk de consument die eet 3 keer per dag en die bepaalt hoe het landschap eruit ziet, hoe wij omgaan met duurzaamheid en ook hoe wij producten maken. Wat is bij jullie, zeg maar, wat staat er bij jullie op aan de duurzaamheid? Wat is er typisch wat jullie doen? Met ons melkveebedrijf leveren wij melk voor beter leven. Dus dat is beter leven voor het dier, maar tegelijkertijd wordt het milieu meegenomen. Dus wij maken geen gebruik meer van glyfosaat bijvoorbeeld. Daarnaast wordt ook een gedeelte van de vogelbescherming meegenomen. Wij hebben 12 kilometer aan houtsingels die we onderhouden. Dus dat is ook voor het wild, zeg maar, dat ze daar terecht kunnen. Tegelijkertijd zijn het schaduwplekken voor de koeien die buiten lopen. Dus zo proberen we heel veel dingen te combineren. Ja. En circulair te werken, dus zoveel mogelijk van eigen grond. Ook de mest weer zoveel mogelijk proberen op onze eigen grond. En met melkvee gaat het wel. Met vleesvarkens, dat valt onder de intensieve veehouderij, zo noemen ze dat. Dus daar hebben we geen grond onder. Dus daar hebben we contracten met akkerbouwers die bijvoorbeeld de mest nodig hebben. Dus dat gaat veelal naar akkerbouwers in Nederland. En zo proberen we binnen Nederland wel weer circulair te werken. En die varkens wat ze eten, dat is ook wel grappig. Matt die levert zijn aardappelen aan een frietfabriek. Maar heel veel friet dat wordt verwerkt, komt eigenlijk niet eens in een zakje bij een patatzaak bijvoorbeeld. Daar wordt van tevoren al afgekeurd of er is wat mee. Zijn net te klein of te groot. En dat wordt verkocht aan een varkenshouderij. En onze varkens hebben dus in hun dieet ook altijd patat zitten. Ah. Of friet, ik weet niet wat ze hier in het zuiden zeggen. Maar patat of friet, ja, begrijpen we allemaal. Ja. Pommeszang, ja. Ja. Oké, okay. Dus maar als ik het goed begrijp, doe je dus ook aan circulair? Alleen maar. Alleen maar. En ja. Dat is dus een kringloopsysteem? Ja, zeker. Heel mooie overgang. Een goed voorbeeld van een circulaire boer is Jos Bolk uit Aard. Hij is een van de weinige natuurboeren in Nederland. Dat betekent dat hij zijn landbouw in dienst stelt van de natuur in plaats van andersom. Graan gaat bijvoorbeeld, brouwgerst, die gaat naar de bierbrouwer toe. Maar het afval van de bierbrouwer komt eigenlijk weer terug. Ja. Dus de brouwgerst die komt weer terug en dat is als aanvulling, als eiwitbron. De aardappels die gaan bijvoorbeeld hier in de buurt naar de Avico toe. En op het moment dat zeg maar, bij de Avico er komen schillen vrij en er komen restanten patatsnippers vrij, die komen weer terug naar ons bedrijf en die verwerken wij dan ook weer. Dat is echt het totale kringloopdenken, zeg maar. Vraag wel eens een aanpassing van bedrijfsprocessen, ja. Maar dat is de uitdaging. En ja, ik heb altijd geprobeerd om het een beetje in de hoek te zoeken waar anderen het misschien niet willen zoeken. Nou, Matt, kom je dat bekend voor? Ja, ik denk dat veel boeren automatisch al met die kringloop bezig zijn, zonder dat ze het zelf weten. En is het bij jou ook zo? Of wat we doen gaat... ook automatisch. Wij nemen ook drijfmest af. Dat is voeding voor de aardappels, zeg maar. Ja. En we gaan de schillen naartoe en de aardappel af? Ja, en ook naar de koeienboer, naar de varkensboeren. Ja. Ja. En dan groeien de varkens heel goed op breivoer. Dus, Dat schiet me nou te binnen. Mijn vader had vroeger ook een stukje land. En daar hadden we ook dieren op staan. En we haalden de groenten van het boertje. En de varkens mogen geen rauwe aardappelen eten, vanwege dat ze niet kunnen verteren. En dan moest mijn moeder die altijd koken in zulke grote pannen. En ik geloof dat ik daarom later aardappelen niet zo lekker vond. Dat het altijd naar gekookte aardappellucht in huis geroken. Maar dat was dus eigenlijk al een systeem. Dat was hier vroeger ook, ja. Er werden aardappels gebouwd voor het vee eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Daar was ik me helemaal niet bewust van. Ja. En wat doe jij nog meer om bewust de natuur in zijn kringloop te stimuleren? Ja, we zijn ook steeds meer bezig met robuustere rassen. Dus die minder vaak hoeft te spuiten, die beter tegen droogte kennen. Maar de frietfabrieken, dat zei Sonje ook al, die moeten ze wel willen verwerken. Dus je kunt er wel friet van maken, maar als die friet iets minder lekker is en de consument eet ze niet, mm-mm, dan houdt het op. Ja.
Dus we proberen die smaak proberen ze ook steeds te ontwikkelen. Dus we gaan steeds de goede kant en ze gebruiken minder stikstof, die nieuwe rassen. Dus ze zijn echt goed bezig, zullen we maar zeggen. Maar het duurt zijn tijdje eigenlijk. Ja, volgens mij zijn jullie ook goed bezig. Want intussen heb ik natuurlijk wel een heerlijk gevoel als ik aan aardappels denk. Dus het is allemaal goed gekomen. Ja. Sonja, is deze circulaire verbouwen in de landwirtschap, is dat ook deel die projecten, die je daar macht op de universiteit? Wir gucken uns das auf jeden Fall an, was es gibt und was möglich ist. Und da kann ich ein ganz spannendes Projekt vielleicht nennen. Ja, und zwar haben wir schon seit vielen Jahren uns mit Insektenproduktion beschäftigt. Niederlande ist ziemlich früh damit schon zu Gang gewesen, zu erforschen, wie man Insekten quäken kann und Proteine daraus machen kann, einmal für Food und für Feed, also für Lebensmittel, aber auch für Futtermittel. Und da kommt nämlich dann auch der Gedanke, wie man das in der Kreislaufwirtschaft gut nutzen kann. Insekten kann man mit allem füttern. Die fressen so ziemlich jeden Abfall. Und das, was erlaubt ist an Abfall, das gibt man denen heute schon zum Wachsen. Und dann kann Protein entstehen, Insektenprotein, was wiederum als Futtermittel sehr hochwertig ist. Heißt, man macht aus einem sehr minderwertigen Abfallprodukt ein hochwertigeres Protein, Insektenprotein, das dann eben als Futter für zum Beispiel Geflügel in Frage kommt. Und heute wird es überwiegend für die Lachszucht schon verwendet. Geflügel aber auch, dafür ist es zugelassen, sind also Insekten zugelassen und zunehmend eben auch als Lebensmittel. Und da überlegt man und forscht daran, wie man Lebensmittel so nachhaltig wie möglich eben aus Insekten auch herstellen kann. Und das ist dann natürlich auch global gesehen irgendwann ein sehr interessanter Gedanke. Und jetzt kommt eigentlich der geschlossene Kreislauf wäre, wenn man tatsächlich alle Reststoffe, das heißt unsere Ausscheidungen, die Ausscheidungen der Tiere, aber auch der Menschen im Grunde, diesen Stickstoff, der gebraucht wird, um wieder Protein herzustellen, nutzt als Futtermittel für die Insekten. Hört sich wahrscheinlich noch sehr weit weg an, aber das wäre ein vollkommen geschlossener Kreislauf. Wow, da merke ich sogar selber, ich bin sehr aufgeschlossen und trotzdem spürt man so innere Widerstände. Wo geht das hin? Das kann man nicht alles moral gleich jetzt einschätzen, um mit diesen Technologien wirklich mitzukommen. Was macht ihr denn dafür? Ja, das ist unser Forschungsbereich, wie Konsumenten eben mitgenommen werden können in diese neuen Technologien. Und wir haben uns da auf eine Wertemessung eigentlich im Moment spezialisiert. Das heißt, wir haben die Werte der Konsumenten zur Grundlage genommen, als Motivatoren, als Treiber für unsere Entscheidungen, für unsere Essensentscheidungen. Und wir denken, dass sich in den letzten 20 Jahren ein Wertewandel auch vollzogen hat. Und unser Lebensmittelsystem muss sich diesem Wertewandel anschließen. Was wir entwickelt haben in Eindhoven an der Fontys, ist ein Spiel. Das heißt das Moral Design Game. Und das ist ein Brettspiel, auf dem man mit 7 Studenten oder mit 7 Menschen eben, mit 7 Leuten spielt eine Fragestellung rund um Essen. Und da geht es darum, eine Entscheidung für sich selber zu treffen. Bin ich bereit, einen Insektenburger in unserer Fontys-Kantine anzubieten? Und möchte ich den Studenten eben diesen Insektenburger zumuten? Hört sich jetzt zu viel an. Aber die 7 Leute würden dann in 3 Spielrunden sagen, ja, ich finde, so ein innovatives Produkt sollte man ruhig mal in einer Kantine anbieten, solange die Möglichkeit der Entscheidung da ist. Also man hat immer noch den Beefburger, aber man hat eben auch den Insektenburger. Dann würde ich sagen, ja, ich bin dafür und stelle mein Püppchen dann auf, ich stimme zu. Nach 3 Runden weiß man dann
wie diese 7 Leute darüber denken, was sie gut finden, was sie davon abhält, solche Entscheidungen zu treffen. Und das wiederum können wir dann auswerten, welche Werte liegen dem zugrunde. Das ist die Idee hinter dem Spiel. Und ganz abgesehen davon macht es auch Spaß, moderiert mal einfach darüber zu sprechen, warum oder warum man nicht bestimmte Technologien gut findet und eben nicht gleich bewertet wird, sondern einfach mal seine Meinung dazu sagen kann. Wow, sehr beeindruckend. Dat lijkt weer ook een beetje op jouw insteek bij jouw belevenisboerderij. Je werkt aan een voedselketen om mensen en ook jeugd bij de voedselproductie te betrekken. Waarom doe je dat en wat houdt dat in? Het is eigenlijk hetzelfde als wat jij net zei. Oh, ik denk terug aan vroeger en mijn moeder deed het eigenlijk ook. En nu besef ik me pas wat ze deed. Ja, en dat ja. is bij heel veel mensen zo. Als je het over hebt van hey, je eet 3 keer per dag, wat eet je dan precies? En weet je wel dat je daar bijdraagt aan hoe de wereld er eigenlijk uitziet? Heel veel mensen leggen niet direct de link. En dan kun je natuurlijk op school, je kan van alles mensen opdringen. Onze filosofie is, mensen moeten eigenlijk vanuit zichzelf intrinsiek gemotiveerd. Bijvoorbeeld, ze komen een dagje uit. En ik vind altijd het mooiste voorbeeld, we hebben een speeltuin, een springkussen. En daaromheen hebben we frambozenstruiken. Mm-hmm. Je ziet wel eens van die kindjes, die stappen dan van het springkussen af. En die gaan naar die frambozenstruik en die kijken zo om zich heen. En stiekem pakken ze er eentje af en eten ze op. En vervolgens komen ze die week later misschien op school en dan vraagt de juf wie weet hoe frambozen groeien. Mm-hmm. En dan zegt dat kindje, ik weet dat, want ik heb er stiekem eentje gepakt bij de speeltuin bij de boerderij. En dat helpt volgens mij het beste, dat ze zo eigenlijk op zo'n spelende wijze in aanraking komen met de boerderij, met hoe voedsel gemaakt wordt en zo uiteindelijk hun keuzes maken op latere leeftijd. Ja, heel, heel mooi. Nou is de landwirtschaft, die landbouw, is toch een onzeker beroep. Je bent afhankelijk van de mensen, van het weer, van de oogst. En bij jullie ook, als de mensen allemaal besluiten al in één keer geen vlees meer te eten. Hoe ga je ervoor zorgen dat je voor altijd in de toekomst komt met jouw passie? Nou ja, je zegt wel grappig van het is een heel onzeker beroep, maar mensen blijven hun hele leven 3 keer per dag eten. Ja. Dus wij hebben een superzeker beroep, alleen wat ze eten en hoe ze dat geproduceerd willen hebben, dat is onzeker. Maar als jij boer wil blijven, kan je wel boer blijven, maar je moet mee met bepaalde stromingen. Je kan wel zeggen, ik wil helemaal niks met insecten doen, maar stel dat heel veel mensen wel insecten in burgers willen hebben, dan zul je mee moeten gaan met die beweging. Ja. En dat is denk ik, kansen zien, jonge boeren. Boeren nu, die zijn over de hele wereld geweest, heel veel. Die hebben veel gezien en die maken wel heel bewust de keus om boer te blijven, boer te worden. Ik denk dat het ook mensen zijn die weerbaar zijn, die niet meer per se heel star. Ik doe het zo, mijn vader deed het zo en de aankomende 40 jaar ga ik het zo doen. Ja, dat kan niet. Dus je moet met de beweging mee. En als je daar de lol van in ziet en je vindt het leuk, ja, dan is er altijd toekomst. Ja, altijd toekomst. Ja. Dat wil ik nog eventjes bij jou weten, Matt. Want altijd toekomst, er zitten wel uitdagingen in. Hoe zit het met de internationale samenwerking? Ja, wij bewegen ook een beetje mee. Vroeger hadden we bijvoorbeeld de tafelaardappelen. En die gingen veel naar Duitsland. En toen op een gegeven moment, toen mochten we niet meer naar Duitsland die aardappels brengen. Want de supermarkt hadden gezegd, nu het Duitse product. Ja, dat die handelaar, die zei, ja, sorry Smeets, ik mag geen aardappels van jullie meer kopen. Want dan mag ik geen aardappels meer leveren aan die supermarkt. Dus zijn we langzaam meer frietaardappels gaan verbouwen. Dus wij verbouwen nu hoofdzakelijk frietaardappels, maar bijna geen tafelaardappels meer. Dus jullie zitten zeg maar 10, 20, 25 kilometer van elkaar vandaan? Die leveren we naar Stralen, dat is hier 10, 15 kilometer van Maastricht af. Dus dat is heel dichtbij eigenlijk. Maar dan mag jij niet meer leveren? Ik mag er niet meer aan die man leveren. Omdat de aardappelen uit een ander land komen? Nee, uit Duitsland. Die komen van Hamburg, Oost-Duitsland. Dat is misschien wel 500 kilometer weg, maar dat vinden ze wel goed. Ja. Maar wij, 15 kilometer over de grens of 10 kilometer over de grens, mogen ze niet meer naar Stralen brengen. Oké, vind je het wel, want ik heb geleerd... Ze zijn open, hè? Dus, precies, ja, dat is maar ik heb geleerd, je moet van de juiste seizoen en het mogelijk uit de buurt. Ja. Dat is dus wel een goede filosofie, ook al... Eigenlijk is dat ook de regio Stralen. Het zijn wel Duitsers, maar het is wel de regio van hier, dus... Ja, oké, okay, maar... Eigenlijk gek, ja. Ja, maar je krijgt je aardappelen wel aan de man. Ja, we zijn nu weer frietaardappels gaan verbouwen, dus die gaan hoofdzakelijk naar Roermond en naar Tilburg. Mm-hmm. En die gaan, ja...
hoofdzakelijk West-Europa, maar die gaan over de hele wereld, denk ik wel, frieten en appels. Ja, ja, de Nederlandse frietjes zijn de hele wereld bekend. Ja, hè? Ja, dat denk ik ook. Ja. Oké. Sonja, wie ziet een gezonde toekomst in de landwirtschap uit? Dat is een grote vraag. Mm-hmm. Ik würde gerne nog op een businessmodel zu sprechen komen, wat vielleicht een zeer innovatiever weg is in die toekomst. Und zwar ein hybrides System, wo eine Viehzucht kombiniert wird mit Kulturfleisch. Mhm. Das ist gar keine Zukunftsmusik, sondern das gibt es tatsächlich schon. Es gibt ein Unternehmen, Respect Farm, die bauen im Moment hybride Systeme und zeigen Landwirten, wie man einen zweiten Zweig aufbauen kann mit kultiviertem Fleisch. Das heißt, man hat die eigenen Tiere auf dem Hof und baut langsam in einem Bioreaktor eine Möglichkeit, das Fleisch zu züchten. Diese Systeme müssen natürlich wachsen. Die müssen erstmal ausprobiert werden. Es gibt auch noch kein Kulturfleisch auf dem europäischen Markt. Aber das ist vielleicht, was in Zukunft eine Möglichkeit ist, die jetzige Landwirtschaft in die Zukunft mitzunehmen und nicht irgendwelche neuen Produkte daneben zu stellen, die nicht wirklich angeknüpft sind an unser heutiges System. Also diese hybriden Systeme, einmal mit Kulturfleisch und vielleicht auch mit Insekten, auch das gibt es schon, dass man auf Höfen, wo zum Beispiel Geflügel gezüchtet wird, gleichzeitig Insekten hat, die dann als Futter dienen können. Ja. Ja, dan Sonja, sorry, Susanne. Hoe gaat je boerderij er over 10, 15, 40 jaren uitzien? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb geen idee. We hebben een aantal scenario's geschetst. En waar wij ons vooral op focussen is zelf de keten in handen proberen te krijgen. Dus we hebben een winkel, een restaurant. En dat geeft ons ook de mogelijkheid om vierkantsverwaarding te doen van het hele dier. Dus dat gaat via het restaurant en via de winkel. We zijn ook aan het kijken met boeren in onze omgeving die bijvoorbeeld bonen verbouwen. Of wij bijvoorbeeld een gehaktbal kunnen maken met 75% vlees en 25% eiwit vervangen. Ja. Omdat je toch ziet dat mensen, bijvoorbeeld ook bedrijfsrestaurants, ze willen niet helemaal naar vegetarisch, maar wel ergens een tussenweg. Dus daar zijn we nu onderzoek aan het doen bij ons in de keuken met de koks. Van hey, hoe moet dat er dan uitzien? Want de smaak is gewoon, mensen willen gewoon dezelfde smaak. Daar mag niet te veel op ingeleverd worden. En dat merk je in het restaurant, dat merk je in de winkel. Dus hoe kun je dan toch bijdragen aan een, ja, een duurzamere wereld, misschien inderdaad met wat minder dieren. En toch gewoon je boterham blijven verdienen. En ook de regio waar ik zit, de Achterhoek, is heel mooi coulissenlandschap. Ja, ik wil dat graag behouden en doorgeven aan de generaties na mij. Dus ook dat je dat element meeneemt. Bijvoorbeeld nou die houtsingels. Hoe kunnen we die houtsingels vernieuwen? Misschien extra houtsingels toevoegen. Dat bijvoorbeeld notenteelt is. Dus dat je meer schaduwplekken hebt voor die koeien. Maar alles wat je toevoegt, dat je dat ook direct weer kan verkopen in je eigen korte keten. En ik denk dat dat in samenwerking met de regio, zeg maar, waar wij in zitten. Dus we brouwen ons eigen biertje met gerst van de buurman. Ja, en zo kun je met heel veel dingen doorgaan. Maar dat versterkt wel je regio. En iedereen die het koopt, geeft ook die euro in die regio uit. Waardoor je als een vliegwiel eigenlijk die regio mooi op de kaart zet. En dat kan natuurlijk ook binnen een land. Dus ja, zo zie ik het eigenlijk. Dus vooral bouwen aan een korte keten. Maar dat wil niet per se zeggen dat we moeten vasthouden aan onze 160 koeien en 3000 vleesvarkens. Dat kan dus verschuiven. Maar het areaal van grond, zeg maar, we hebben 75 hectare in eigendom. Dat zal blijven en dat hoop je misschien iets te vergroten. Dat je met die ruimte, dat je daar wat mee gaat doen en blijft doen. Maar hoe dat er precies uitziet, ja, ik vind dat juist super gaaf, dat ik niet precies weet wat het is. Ja. En dat ik alle kanten op kan. En dat je voor jezelf kijkt, wat vind ik zelf echt leuk? Dat is met mensen werken onder andere. Dus daarom vind ik dat restaurant gaaf met die koks. Die zijn enthousiast, creatief. En die kunnen van het beginproduct, waar wij heel veel moeite en liefde in stoppen, kunnen zij wat fantastisch van maken. Ja, en dat vind ik echt de ultieme manier van boeren. Maar dat is voor mij en dat is voor elke collega weer anders. Ja, klinkt wel als toekomstmuziek, hoor. Dank je wel. En Matt, wat kan de technologie voor jou nog doen voor je toekomst?
Of wat wil jij, wat wens jij van de toekomst? Ja, dat we toch een beetje zuinig omgaan met de landbouwgrond. Want ze zeggen wel, dus landbouwgrond genoeg. Maar we hebben nog 1,8 miljoen hectare landbouwgrond in Nederland. En van 1 hectare grond kun je 5,5 mens voeden. Mm-hmm. Dus als we de grenzen dicht zouden doen en niks meer zouden exporteren... of er zou wat gebeuren en de import en de export zou stagneren, zullen we maar zeggen... dan kunnen we maar 10 miljoen mensen te eten geven. Mm-hmm. Iedereen zegt, oh, we zijn een exporterend land. Dat klopt wel, we exporteren 124 miljard... En we importeren 84 miljard, dus we exporteren 40 miljard meer dan we importeren. Maar gaan de grenzen dicht en moeten alles zelf gaan verbouwen, dan hebben we voor 8 miljoen mensen te weinig eten. Mm-hmm. Dus je moet toch maar zuinig omgaan en niet zeggen, oh, we hebben grond zat, want dat is niet zo. Landbouw blijft altijd in beweging. Belangrijk is het mee te gaan met de tijd. En als het goed is, na regen komt weer zonneschijn. Dit was een inkijkje in het thema landbouw. Lieve toeschouwer, lieve kijkers, dankeschön, dass Sie dabei waren. Das nächste Mal handelt es sich um das Thema geistliche Gesundheitssorge mit Fokus auf Kinder und Jüngeren, also psychische Gesundheitsdienste mit Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche. Bent ihr dann wieder bei? Dit was Open Grenzland, offenes Grenzland. Dankeschön für diese... Ja.